Door alleen maar te roepen dat je een bepaalde job te vervullen hebt, daar gaan mensen niet voor in de rij staan. Je moet die cultuur aan de buitenwereld gaan laten zien. Ik denk niet dat elke organisatie daar heel open over is. Je stopt heel veel energie in het werven van iemand en dan is een kandidaat aan boord. En stel voor dat hij dan toch niet bij je organisatie blijkt te passen, dan vloeit hij weer af. Eigenlijk is leiding ontzettend belangrijk. Er moet veel meer gewoon actueel punt op een agenda worden van de communicatiemensen. Daar denk ik dat daar nog een hele hoop winst te halen valt. Onderzoek toont aan dat 75% van de mensen die een baan zoekt, dat waarschijnlijker zullen doen bij een werkgever die actief aan employer branding doet. Wat is dat nou precies, employer branding? En hoe doe je dat op een goede manier? Daarover ga ik praten met een absolute merkenspecialist. En hij is wederom hier in mijn studio aanwezig, Gijs Huisman van G2O. Gijs, hartelijk welkom. Leuk dat je weer bent. Voor de mensen die denken, hoezo leuk dat je weer bent. We hebben al vaker gesproken hier in de studio. Kijk vooral in de playlist waarin je nu zit op YouTube voor nog meer video's van Gijs Huisman. Alles over branding en merken, wat hij met zijn bureau G2O doet. Want in een nutshell, wat doen jullie, G2O? Wij helpen bedrijven met de beste versie van zichzelf te laten zien aan de buitenwereld. Dat is in een nutshell. Doen ze dat nooit van zichzelf dan, zeg maar? Nou, ze weten niet wat zo bijzonder is van zichzelf. Dus ze doen vaak de dingen die ze doen. En wij zien bepaalde eigenschappen in zo'n organisatie. Dat we denken, hey, als je daar nou de schijnwerpers op zet, dan laat je een zijde van je identiteit zien die de markt misschien nog helemaal niet zozeer gezien heeft. Maar wel ervaart als ze met je in zee gaan. Als je die zoektocht dan gaat doen, dan kom je natuurlijk ook op gebieden terecht waarvan je zegt van nou, dan moet je de schijnwerpers maar niet oprichten. Of hoe werkt dat dan? Elke kracht heeft ook als het ware een schaduwzijde. Ja. Die benoemen wij zeker wel. Maar dat kunnen aandachtsgebieden zijn in zo'n organisatie. Dus daar hebben we wel oog voor. Ja. Alleen soms is het niet relevant om dat in die zin te noemen. Precies. Maar wel dat je zegt van joh, weet dat het er is. Weet dat het er is en weet dat je er iets mee moet wellicht als organisatie. Ook bij employer branding denk ik wel van belang. Want ik las het net voor, maar het was een onderzoek uit Engeland volgens mij wat ik las. Is het belangrijk, employer branding? Nou ja, het is zeker, het is altijd belangrijk in mijn ogen. Alleen helemaal nu er bepaalde schaarste is op de arbeidsmarkt, dan komt het er nog steeds meer op aan van door alleen maar te roepen dat je een bepaalde job te vervullen hebt, daar gaan mensen niet voor in de rij staan. Mm-hmm. Dus dan gaat het meespelen van ja, wie ben je nu als organisatie en hoe laat je dat nu zien? En hoe zorg je dat verhaal, wie je bent en waar je voor staat, hoe dat goed overkomt bij potentiële medewerkers. Dus dat is van groot belang. Want is het een cliché dat, aan de ene kant lees je heel veel verhalen van ja, nieuwe medewerkers zoeken echt andere dingen dan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar tegelijkertijd hoor ik best wel veel professionals die zeggen die het daar wel over hebben. Zeg maar, hoe belangrijk is uiteindelijk zeg maar, de primaire beloning in de vorm van geld en eventueel een whatever secundaire arbeidsvoorwaarden? Ja, ik denk dat beloning zal altijd belangrijk zijn wel. Maar het heeft ook te maken hoe je bent als mens. De ene mens die bij wijze van altijd de duurste vakanties zou willen, die vindt geld misschien belangrijker dan een individu die de maatschappij belangrijker vindt of zijn persoonlijke welzijn. Dus ik denk niet dat je het in die zin kan zeggen dat geld voor de een, dat is voor de een belangrijker dan de ander. Maar wat je wel een soort van ziet, dat zie ik ook bij jonge mensen die wij als stagiair bijvoorbeeld krijgen. Er is wel een soort tendens aan het ontwikkelen en dat zie je natuurlijk in de hele maatschappij, dat bepaalde duurzaamheidsgedachten, dat mensen daar wel echt serieus meer oog voor hebben dan 20 jaar terug. En dat is maar goed ook. En dan zie je dat geld er weer niet alles toe doet. Dus de hele consumptiemaatschappij die er in extreme mate was en ook nog wel is. Maar daar zie je wel heel langzaamaan een bepaalde kentering in komen. Ja. En ook in medewerkers en wat mensen dus belangrijk vinden. Dan raak je cultuur, denk ik. Hè? Want een van jouw stokpaardjes en specialisme, denk ik. Hè? Van het matchen van culturen. En jij hebt daar, we hadden net het voorgesprek al, had je een heel leuk model van twee heren, dames, ik weet niet wie het zijn. Ja, je hebt een model, het is een bepaalde typologie. Hè. Dus je hebt oneindig veel culturen en subversies, maar er zijn wel een soort indeling is er gemaakt door Cameron en Quinn. En die heeft eigenlijk een soort vier hoofdindelingen gemaakt. En dat zijn vier cultuurtypes, zeg maar. Dus je hebt de innovatiecultuur, dus dan ben je echt gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe diensten. En de leiding die stimuleert creativiteit en proactief meedenken. Dus er is een soort open, vrije sfeer in zo'n organisatie. Veel ad hoc dingen. Veel
te ad hoc inderdaad. Moet je tegen kunnen? Ja, dan moet je tegen kunnen. Ja. En stel voor dat je juist van een heel erg zekerheid bent, dan zou veel meer misschien een hiërarchische cultuur bij je passen. Is dat de tweede? Ja, dat is bijvoorbeeld een volgende. En die is echt veel meer gericht op het coördineren en het organiseren. Dus daar zijn van nature veel processen in zo'n organisatie aanwezig. Ja. Van bovenaf worden de mensen aangestuurd. Er is heel veel duidelijkheid in zo'n organisatie. En als je een bepaalde jobzekerheid wil, vaak zijn dat wel hele gedegen, solide organisaties. Klinkt als Zuidas, weet je? Zuidas, maar het kunnen juristen zijn, maar het kan net zo goed een bouwbedrijf zijn die heel hiërarchisch is ingericht en waar het bijna helemaal clean is als je daar binnenkomt. En dan voel je al dat het een bepaalde, ja, zo geordende structuur is in zo'n organisatie. Nou, en daar passen ook weer mensen in. Ja. Nou, en dan heb je een derde bijvoorbeeld, dat is de marktgerichte cultuur. Die zijn echt gefocust op het eindproduct en op de concurrentie. Dus vaak zijn dat weer echt organisaties waar echt een prestatie gericht is. Dus mensen zijn vaak competitief ingesteld intern. En de leiding die eist ook veel van de mensen, want er moet geleefd en gepresteerd worden. Dus dat is ook weer een bepaalde cultuur. En dan heb je een vierde, dat is meer de familiecultuur. Die kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel. Vaak wordt het ook gezegd, nou, we hebben echt een familiecultuur. Maar dat is echt, dan is de leiding echt meer bijna een mentor voor zijn mensen. Dus dan is de focus meer de zorg voor de mensen, voor de medewerkers, maar ook de zorg voor de klanten. En er is vaak echt een hoge mate van betrokkenheid. En in dat soort organisaties, dan is het niet samenwerken, maar echt samenwerken. Mm-hmm. En dat is wel een verschil, want dat zien we wel in organisaties dat ze zeggen, ja, we hebben echt familiecultuur, maar als je dan echt een beetje gaat doorzagen, dan kan die cultuur soms veel harder zijn of dat juist veel meer marktgerichte cultuur is. Yeah. Maar het is wel een heel mooie cultuur als je zo'n familiecultuur ziet in een organisatie. Cameron en Quinn, voor die mensen die er meer van willen weten. Dus dat is die vierdeling. Begint goede employer branding, hè, om goed te branden richting werknemers en potentiële werknemers. Begint dat dus met een goede zoektocht naar je eigen cultuur? Nou ja, je moet die cultuur aan de buitenwereld gaan laten zien. Hè. Dus stel voor dat jij een bepaalde functie te vervullen hebt. Mm-hmm. Dan kom je er niet mee weg door te roepen van, joh, we hebben vacature X en we zoeken bij wijze van een monteur of we zoeken een projectleider. Dan wil je niet alleen dat iemand gaat reageren, maar je wil het liefst ook dat iemand reageert die bij je organisatie past. Dus die een bepaalde voorkeur voor jouw bedrijf ontwikkelt en denkt van, nou, in deze club pas ik echt. Maar ook alleen op dat vlak kun je het verschil maken. Want gek gezegd, die functies die kun je overal vervullen. En als je werk zoekt, dan kun je overal tegenwoordig aan de slag bijna. Er is zoveel schaarste in de markt. Maar dan komt het er juist op aan dat je laat zien van, ja, hoe laat ik mezelf nu zien als organisatie? En hoe gaan we die waarden die we intern voelen en ervaren, hoe gaan we die over de bühne brengen? En hoe ga je dat vertalen naar een goed plan voor je employer branding? En hoe doe je dat? Nou, je moet weten wie je bent als organisatie. Dat is nog altijd helemaal, zeker voor het MKB, helemaal niet zo duidelijk. Die hebben vaak daar helemaal niet een plan voor of zijn daar niet zo mee bezig. Die denken, oh, verdraaid, het groeit en we zijn druk en we moeten mensen hebben. Ja. Dus heel, heel pragmatisch. Dus wat we dan doen is dat we daar eerst naar gaan kijken. Dan zeg ik, ja, we kunnen wel even iets maken, een uiting op social media. Maar door alleen even te roepen wat je zoekt, dat redden we niet. Dus laten we eerst eens kijken van, wie zijn jullie nu precies en welke energie zit er in die organisatie en hoe kunnen we dat zeg maar in een goed plannetje gieten en in een communicatie dat we dat naar buiten gaan ventileren en dat ook laten zien. Ik denk ook dat het ook iets is wat niet stopt zeg maar met één keer roepen. Daar moet je eigenlijk continu aandacht voor hebben. Mm. En al zou je niet eens continu mensen zoeken, maar je zou een goed plan hebben voor je employer branding, dat je dat ventileert zeg maar zowel online als offline naar de markt toe, dan weet de markt ook waar je voor staat als bedrijf. En dan ga je ook een bepaalde aantrekkingskracht ontwikkelen. En dan weten mensen ook van, hey, als ik een keer ga switchen, dan zou ik toch eens bij dat bedrijf gaan kijken. Ja, precies. Is er een verschil eigenlijk tussen employer branding en branding in het algemeen? Nou, het raakt aan elkaar in die zin dat als een organisatie niet voor de employers brand, maar gewoon voor de organisatie zelf. Dat zien ook toekomstige medewerkers. Ja. Maar vice versa ook. Want als je goede arbeidsmarktcommunicatie hebt, dat ziet ook de markt. Moet je de shit ook laten zien?
Nou, wat ik zelf persoonlijk echt belangrijk vind, is dat je gewoon een eerlijk verhaal vertelt. Mm. Ook stel voordat dat je een kandidaat op gesprek krijgt, dan zou ik zelf altijd ervoor pleiten om het hele verhaal te vertellen. En niet alleen de mooie momenten en mijlpalen die je als organisatie hebt meegemaakt, maar ook de stormen die je hebt doorstaan en welke weerbarstigheden daarbij kwamen kijken. Want vroeg of laat gaan mensen dat toch horen intern in de organisatie. Dus ik vind altijd van, je kan beter over dat hele verhaal maar helder zijn en ook over de shit die je mee heb gemaakt en wat lastige tijden misschien zijn geweest of voor je persoonlijk zijn geweest. En ik denk dat je daardoor door gewoon open te zijn, zeker als leidinggevende en als je mensen op gesprek hebt, dat dat ja, gewoon ontzettend belangrijk is. Mm. Maar ik weet niet, ik denk niet dat elke organisatie daar heel open over is. Maar het zou wel moeten, vind ik. Als je kijkt naar die vier culturen, is er dan één cultuur die uitspringt wat dat betreft qua openheid in communicatie en eerlijkheid en kwetsbaarheid? Ja, ik denk wel dat dan de familiecultuur dat wint. Doordat er een hele open sfeer is en een harmonie. En in zo'n cultuur zal een leiding het veel makkelijker en sneller vertellen als dat het bijvoorbeeld een hele hiërarchische cultuur is. En waar misschien zelfs bijna een onveilige sfeer is. Mm. Van, er zijn heel veel organisaties dat als je bepaalde dingen ventileert, dat je kop er letterlijk afgaat. Hè? Mm. Dus dan is er een soort angstcultuur ook in zo'n organisatie. En ik denk als het een hele open, veilige sfeer is, echt in harmonie en verbondenheid, ja, dan durven die eigenaars van zo'n organisatie of de leiding, die durft dan ook de kwetsbare kanten laten zien. Is er een beste cultuur? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, want je bouwt het bedrijf, denk ik, wat bij je eigen DNA past. Hè? Dus ja, of er een beste is, dat weet ik niet. Is er een populaire op dit moment in deze tijd? Ja, ik denk dat, kijk, als er een bepaalde vrijheid in een organisatie zit, Dat zie ik ook wel. Dat is een beetje wel ook een tendens. Hè. Mensen die zijn niet meer zo van 8 tot 5 in een kantoor zitten. En natuurlijk, je hebt bepaalde functies. Als je productiemedewerker bent in een fabriek, dan moet je wel op die locatie zijn. Maar zeker als je naar de kantoorfuncties kijkt. Hè, we zijn toch steeds meer dienstverlenend land aan het worden. Ja. Dan denk ik dat het niet meer werkt door te zeggen en af te dwingen van, je moet 5 dagen in de week van 8 tot 5 op de zaak zijn. Mm-hmm. En er zijn zeker wel, kijk, als je een hele hiërarchische cultuur hebt, dan zijn er, ik ken nog steeds werkgevers die dat echt eisen. En dat is in die zin hun goed recht, dat moeten ze zelf weten, want ze bouwen die organisatie die weer bij hun past. Maar ik denk als je dan gewoon naar de totale markt kijkt, dat mensen wel meer behoefte hebben aan vrijheid en ook hun eigen leven om de werkfunctie kunnen heen bouwen. Dus als er even naar een fysiotherapeut moeten of even dat een kind... Dat even tussendoor kan. Ja, dat gewoon even tussendoor kan. En dan moet je wel een bepaalde mate van vrijheid in je organisatie hebben. Maar ook vertrouwen in de mensen dat ze gewoon de job wel vervullen op hun momenten dat het hun past. Wat zijn belangrijke fouten die gemaakt worden als het gaat om employer branding, die jij ziet? Wat je net al schetste van, ik denk het eerlijke verhaal vertellen. Hè? Dus echt laten zien waar je voor staat en waar je ook niet voor staat. Ja. Dat is denk ik een belangrijke. Ik denk dat er niemand bij gebaat is door een laagje op te poetsen en een soort jasje aan de buitenkant mooi glimmend te maken, terwijl van binnen bepaalde elementen niet getoond worden. Het is best dom ook als je dat doet. Ja, het is uitermate dom. Want het is gewoon, ja, en het is niet duurzaam. Hè? Nee. Dus met andere woorden, je stopt heel veel energie in het werven van iemand en dan is een kandidaat aan boord. En stel voor dat hij dan toch niet bij je organisatie blijkt te passen, dan vloeit hij weer af. Ja. En dat kost ook weer heel veel geld, tijd en energie. Dus ik denk dat niet altijd even goed gedaan wordt. En dat zou ik adviseren van, ja, wees gewoon open en helder over het echte verhaal. Mm-hmm. En maak gewoon een lange termijn plan ervoor. Dat je niet alleen vandaag iets roept. Want het kan zijn dat je over een half jaar ook nog mensen nodig hebt. Of er gaat een keer iemand weg. Dus het moet veel meer gewoon actueel punt op een agenda worden van de communicatiemensen van een organisatie. Dat je daar gewoon blijvend aan werkt. Want het is niet iets wat je even doet op het moment dat je mensen nodig hebt. En daar denk ik dat daar nog een hele hoop winst te halen valt. En grote organisaties zijn er wat meer mee bezig. Maar zeker als je praat over het MKB, tussen bij wijze van de 25 en de 100 mensen in dienst. Ja, dan is het meer ad hoc dat ze zeggen van, joh Gijs, G2O, we hebben weer mensen nodig. Kun je even wat bedenken? Dat is eigenlijk zonde. Want als je een goed plan hebt, dan is het gewoon continu dat je daarmee bezig bent. Mm-hmm. En dan denk ik dat het makkelijker is om mensen echt te werven als je ze ook echt nodig hebt. Wat zijn de kanalen waar je op moet focussen? Ja, dat is best complex in die zin.
Het verschilt ook een beetje, denk ik, per functie wel. Stel voor dat je een timmerman hebt, die zal minder op een Indeed kijken. Mm-hmm. Dus ik denk dat je naar de functie moet kijken. Maar sowieso, als je het heel grofmazig wil zeggen, dan denk ik dat je zowel online als offline de mix moet hebben. Ik denk dat het ook belangrijk is dat als je een werken bij website hebt, dat je daar ook goed je cultuur en waar je voor staat, waar we het net over hadden, dat je dat ook goed laat zien. Hoe laat je dat zien? Ja, dat kun je misschien op een bepaalde manier laten doen. Je kan leuke filmpjes maken. Je kan misschien echt bijna, als je het heel goed wil doen, een bepaalde brand movie maken waarin je echt de karakter van je organisatie laat zien. En dat je niet alleen simpelweg mensen aan het woord laat, maar dat je op een bepaalde creatieve wijze misschien uitbeeldt het verhaal. Vertelt, hè, wat van jullie hebben gedaan, hè? Ja, wij hebben dat met een eigen filmpje gedaan. En dat is dan niet dat is gewoon voor onze branding. Maar ja. ook medewerkers zien dat. En ja. Dat doet ook wat met medewerkers. Ja, precies. Ja. Ja, dat zij ook een soort ambassadeurs worden voor. Ja, zeker. Ja. Ja, en inderdaad... gewoon de mix, zeg maar. Dus de vacature sites. YouTube is een belangrijk kanaal waar je heel veel mee kan. Maar ook soms werkt het ook nog om in lokale kranten misschien wel te adverteren. Want dat kan elkaar weer ondersteunen. En je hebt ook beïnvloeders. Hè? Dus de mensen die om een potentiële medewerker heen staan. Dan kunnen vaders en moeders zijn. Mm-hmm. Vriendinnen, vrienden die dat zien. De markt moet simpelweg gewoon weten dat je bestaat. Ja, en dan niet ad hoc alleen maar op het moment dat je iemand zoekt. Maar je zegt op continu basis moet je er eigenlijk mee bezig zijn. Ken je voorbeelden tot slot van bedrijven waarvan je zegt, oh, die doen dat goed? Of ervaringen die je zelf hebt met misschien klanten van je? Of nou ja, we zijn nu bezig met een concept, zeg maar. Dat is een klant, dat is een mooi MKB-bedrijf. Maar die wil bijvoorbeeld echt een plan daarvoor hebben. En dat is dan echt voor de continuïteit, zeg maar. En dat gaat langdurig zijn. Mm-hmm. Dus de organisaties die dat doen, die doen dat goed, zeg maar. Wat ik wel mooi vind is Defensie, die doet dat ook wel mooi met mooie filmpjes, vind ik. Los van wat je ervan vindt, maar ze hebben in ieder geval een plan. Dat zit gedegen in elkaar en daar krijg je wel een bepaald gevoel bij als je die filmpjes ook ziet. En hoe ze gewoon de hele wervingscampagne ze inrichten, dat vind ik altijd wel, dat zit gewoon sterk in elkaar. Ja, die hebben ook wel budget, hè? Ja, die hebben budget. Natuurlijk, als je meer geld te besteden hebt, is altijd iets makkelijker. Maar soms kun je het ook, al ben je wat kleiner als organisatie, kun je misschien met minder geld ook als het idee, je moet een goed idee hebben en een concept. En als je dan een soort haakje hebt waar je de dingen aan op kan hangen, dan kun je ook met niet al te veel geld toch goede dingen bereiken. Is de oprichter-eigenaar van groot belang in dit verhaal bij met name MKB-bedrijven? Ja, dat denk ik wel. Want wat wij gewoon zien met het werk wat we doen, is dat toch de leiding vaak wel de stempel drukt op een organisatie en op een cultuur. En die stuurt op bepaalde waarden, al is het onbewust. Wat vindt hij of zij belangrijk in zijn organisatie? Nou, daar ga je mensen op bijsturen en op aansturen. Dus die zijn absoluut van belang. Mm. En zelfs ook bij grote organisaties ook. Ja. Ook hoe zit een directieteam en een managementteam in elkaar, die de lijntjes uitstippelt en hoe sijpelt dat naar beneden toe in zijn organisatie. Dus eigenlijk is leiding ontzettend belangrijk. Ja. Mag ik je danken voor dit gesprek, Gijs. Graag gedaan. En wil je meer video's zien die gaan over branding en hoe je met je merk omgaat en hoe je dat op een goede manier kan doen? Blijf dan vooral als je op YouTube zit te kijken nog even kijken over een paar seconden twee andere video's uit deze serie. En heb je geluisterd naar de podcast? Abonneer je op de podcast en dan mis je helemaal niks meer de volgende keer. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.